Keizer Haile Selassie is voor zijn vierdaags statiebezoek aan ons land in Amsterdam aangekomen. Haar Majesteit de Koningin en zijn Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard begroeten de Ethiopische vorst op het perron van het Centraal Station. De keizer is vergezeld van zijn zoon, de hertog van Harar, en diens gemalin, prinses Sarah. Terwijl het Ethiopische volkslied weer klonk, werd de erewacht der mariniers geïnspecteerd. Na de inspectie werden onder andere de burgemeester van Amsterdam en de garnizoenscommandant aan de hoge bezoeker voorgesteld. Kort daarop begon de intocht in de hoofdstad in open rijtuigen. De belangstelling was als gevolg van het slechte weer niet zo groot als bij vorige vorstelijke bezoeken. Maar toch stonden overal op de route naar de Dam de mensen langs de kant van de weg. En op de Dam zelf, recht tegenover het paleis, hadden enige duizenden de regenvlagen getrotseerd om de aankomst van de keizer en zijn koninklijke gastvrouw te kunnen zien. Voor het paleis stond een erewacht van de grenadiers in gala-uniformen die door de keizer, begeleid door onze koningin, werd geïnspecteerd. Direct nadat het hoge gezelschap het paleis was binnengegaan, begon het publiek luide te juichen. De keizer verscheen met zijn familieleden en met de koningin en de prins op het balkon. Om 11:00 precies verliet zijne keizerlijke majesteit het paleis weer in gezelschap van zijn zoon de hertog van Harar en leden van het gevolg om bij het Nationaal Monument voor de Gevallenen op het Middendamplantsoen een krans te leggen. Bij deze korte plechtigheid waren onder meer minister-president Dr. Drees en de burgemeester tegenwoordig. In de middaguren van deze eerste dag werd onder andere een bezoek gebracht aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Na de officiële begroeting bezichtigden de vorstelijke gasten allereerst een kleine expositie over Suriname. Vervolgens begaven de hoge bezoekers zich naar een andere afdeling waar een tentoonstelling over Ethiopië was ingericht. De keizer kon hier bijvoorbeeld nog details vernemen over de regenval in zijn land. Omtrent de regenval in Nederland was zijne majesteit buiten al ingelicht. De rondgang door het instituut besloot het officiële gedeelte van de eerste dag van het vorstelijk bezoek. Op de tweede dag van zijn statiebezoek aan ons land heeft keizer Haile Selassie op een werf in Kinderdijk een voor Ethiopië bestemde sleepboot te water gelaten. Zonder haperingen gleed het schip in zijn element. Joviaal zwaaiend naar de inwoners van Kinderdijk verliet de keizer de werf en begaf zich naar Rotterdam. Samen met koningin Juliana en prins Bernhard bezichtigde hij aan boord van het koninklijk jacht de Piet Hein onze grootste haven. Haar majesteits kruiser de zeven provinciën was voor deze bijzondere gelegenheid feestelijk gepavoiseerd. Intussen had de stad Rotterdam zich opgemaakt om de keizer te begroeten. De vele vlaggen en de grote drukte gaven een levendig aanzien aan het centrum van de stad toen zijne keizerlijke majesteit bij het beursgebouw arriveerde, waar hij met de koningin en de prins begroet werd door de directie van het Afrika-instituut. Een van de hoogtepunten van dit bezoek was de receptie der regering in de Ridderzaal in Den Haag. In de prachtig versierde zaal waren meer dan 700 genodigden bijeen toen de hoge gasten er begeleid door minister-president Dr. Drees binnentraden. Vele der aanwezigen, onder wie de leden van het Corps Diplomatiek, werden aan de keizer, de koningin en de prins voorgesteld. Ook het zuiden van Nederland werd met een bezoek vereerd, waarbij vooral het accent viel op de industrie. De keizer nam in Eindhoven onder andere de montage van radiotoestellen in ogenschouw.
Het hoge gezelschap bracht voort zijn bezoek aan de autofabriek in Geldrop. Met een wapendrager, een autotype dat in deze fabriek speciaal voor het leger wordt vervaardigd, reed men door de verschillende montagehallen waarin het werk tijdens deze rit normaal voortgang vond. Op de laatste dag van zijn officieel verblijf stelde keizer Haile Selassie zich op de hoogte van de vliegtuigfabrikage in Nederland. Tijdens dit bezoek werd onder andere een demonstratie van de Fokker S-14 gadegeslagen. De vlucht van deze gemakkelijk wendbare straaljager, die bestuurd werd door majoor Sonderman, maakte grote indruk op de hoge gasten. Het keizerlijk bezoek eindigde waar het was begonnen, in Amsterdam op het Centraal Station. Ook nu was de erewacht weer betrokken door een detachement van de mariniers. De keizer vertrok uit de hoofdstad met de koninklijke trein die hem naar Baren zou brengen, vanwaar zijn keizerlijke majesteit naar paleis Soestdijk zou verder reizen om daar met ons koninklijk paar de lunch te gebruiken. Daarna zou hij nog gedurende korte tijd onofficieel in Nederland blijven, alvorens naar Duitsland te vertrekken voor een bezoek aan de West-Duitse Bondsrepubliek.